was, maar goed. Wandelen kon het prima. Fietsen ook hoor. Fiets mee. En het was een best heel lekker weer al. Mooie camping, lekker sanitair. En we rijden nu over de 340 richting Valencia. Daar gaan we een paar dagen naartoe. En weet je, het is 10:30. Het is 21 graden buiten en de zon schijnt niet. Dus het is gewoon 21 graden. Dat was een leuke winkel. Vond je wel een leuke winkel? Ja, dat was een José-winkel met allemaal potten. Maar ja, wel laadjes, hè. Maar we rijden een klein stukje van de kust af. Best nog heel veel sinaasappelbomen. Soms in het wild, soms echt in de boomgaard. Olijven zien we heel veel. Artisjokken zien we heel veel. En verder is het stil, af en toe een dorpje. Daar in de verte de zee. Daar ligt Valencia. We rijden er nog even omheen. We gaan eerst hondenvoer kopen en een camping zoeken. Hier naast ons ligt de rivierbedding die helemaal doorloopt naar het centrum. Hier is die kaal en groen. Nou, je kan het bijna niet zien, zo'n beetje. En die loopt helemaal door de stad in. En als je in de stad is, dan is het een stadspark. En daar zijn kunstobjecten ingebouwd. Het is heel mooi. Zegt Rob en zegt Mara, dus dat ga ik geloven. Valencia, zaterdag 11 december. Ruim 20 graden, wel winderig, zonnig. Dit is het beroemdste plekje van Valencia, althans wat betreft moderne architectuur. Dit is het Wetenschapsmuseum en hier is Rob 20 jaar geleden geweest. Voor welk bedrijf was dat ook weer? Cisco. Cisco. En toen zei hij al: wij gaan nog een keertje samen terug. Nou, wat in het vat verzuurt niet, vandaag is het zover. We hebben het gevonden hoor, op de fiets hier naartoe, kleine 10 kilometer. Mooi ritje langs het strand, de havens. En nu lopen we in het park. Dit is het moderne stukje van Valencia. Waar musea zitten. En waar al dat moois in de rivierbedding is gebouwd. Het is een plaatje. Nou, net liep we in het park, nu lopen we ernaast. En ja, het is waarschijnlijk niet te zien, maar als je het echt van afstand bekijkt, dan is het net een vis. Dat is het skelet, de gaten. En dan daarachter die hoogwitpunt, dat is de vin.
En dan dat blauwe, dat is een kop. Als je dat vanuit een bepaalde hoek ziet, dan is het een vis. Dan is het de verkeerde hoek, maar het is wel mooi. Gisteren het nieuwe deel van Valencia en vandaag het oude deel. En moet je nou toch eens even kijken achter ons. Draaien we een dat rondje. Achter, daar, dat is het postkantoor. Nou, het is een imposant gebouw, je wil het niet weten hoor. Daarvoor ligt de ijsbaan, maar het is ook maar 20 graden. Moet je nou toch eens even kijken hoe mooi het aftros is. Het ene mooie gebouw naar het andere mooie gebouw. En dat is het niet overal zo, maar dit is toch wel weer een prachtig plein. Dan gaan we nog even op zoek naar het station. Moet ook mooi dat zijn. Dat is daar. Daar. Waarschijnlijk. En dan heb je daarachter de stierenvechtersarena. En station Noord. Een indrukwekkend gebouw. Zoiets als Alkmaar Noord. Zoiets als Alkmaar Noord, maar dan anders. Ik hoop dat het een beetje te zien is zo tegen de zon. Ik zal nog even teruggaan, dan hebben we het hele plaatje compleet. We zijn met de camper gekomen, maar een keer met de trein aankomen is ook wel heel leuk natuurlijk in Valencia. Jee, wat een pracht. Dat is de wachtkamer van het station. Je mag er alleen niet in.